Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag heb ik een hele coole Star Wars set om jullie te laten zien. De vorige keer had ik de X-Wing, super bekend. Het voertuig van vandaag is iets minder bekend, maar wel heel gaaf. Dit is de Mandalorian Starfighter. Lego heeft dit voertuig 1 keer eerder uitgebracht. Dat was alweer bijna 10 jaar geleden. Dus ik ben heel blij dat ze nu weer een nieuwe versie hebben. Ja, wat heel cool is aan deze Starfighter, is dat hij in 2 Star Wars series voorkomt. Hij zit namelijk in de Mandalorian, maar ook in de animatieserie van de Clone Wars. Als je hem dus thuis neer wilt zetten, kun je hem goed combineren met bijvoorbeeld de Slave One, als je groot fan bent van de Mandalorian. Of de andere sets natuurlijk daarvan. Of je kunt hem samen met de Clone Troopers en de AAT tank neerzetten. Allebei sets van de Clone Wars. Nou, dan rest er nog maar 1 ding. We gaan bouwen. Zo, ik zie 4 bouwzakjes. Natuurlijk het instructieboek. En daarin het stickervel. Het allereerste poppetje is klaar. Dit is Bo-Katan. Zij is ook de enige van deze set die zowel in de Mandalorian als in de Clone Wars voorkomt. Dus dat is wel heel cool. En ook de eerste keer dat ze hier een Lego poppetje van hebben gemaakt. Het tweede poppetje is inmiddels ook klaar. Een Mandalorian loyalist. Die zet ik naast Bo-Katan. Het laatste poppetje is inmiddels ook klaar. Dit is Gar Saxon. Dat is een handlanger van Darth Maul. Je ziet het een beetje aan de hoorns op zijn hoofd. En ook aan het patroon op zijn buik. Ik vind hem er echt wel uitzien als een gevaarlijke man. Dus oppassen. Nou jongens, hij is klaar. Het was een hele leuke set om te bouwen. Ik ga jullie nog even meenemen in wat details. Allereerst, de cockpit kunnen 2 figuren in. Ze waren hier nog even aan het chillen bij de brick separator, maar het is echt tijd om in te stappen. Je moet wel even de helm eraf halen van de achterste, want anders past hij net niet helemaal dicht. Nou, daar zitten ze. De vleugels die kunnen op heel veel manieren draaien. Dat maakt hem ook wel heel erg cool. Bijvoorbeeld als je hem laat landen, zie je ook in de Mandalorian, dan kunnen ze staand. Dit is een beetje de landingsmodus dus. Als je gaat vliegen kunnen ze natuurlijk weer plat. Maar nog cooler eigenlijk, ze kunnen draaien om de cockpit heen. Als je aan het vliegen bent, kun je ze op deze manier besturen. Ze kunnen natuurlijk ook helemaal verticaal, dus op die manier ziet er ook vet uit. En nou, de kanonnen, hij is natuurlijk bewapend, zwaar bewapend. Er zitten 4 kanonnen op. 2 stutshooters, dat zijn van die nopjeschieters hier aan de zijkant. En aan de uiteindes van de vleugels zitten flick-fire missiles. Die kunnen daadwerkelijk schieten. De vleugels die zijn eigenlijk in spiegelbeeld hetzelfde, maar heb je bij het bouwen merk je daar niet zo heel veel van. Dat komt omdat ze wat bouwstappen hebben omgeruild, waardoor het eigenlijk voelt alsof je elke keer iets nieuws aan het bouwen bent. Hij is heel stevig, vooral hier zit heel veel Lego Technic in, dat zag je bij de X-Wing ook bijvoorbeeld. Dat maakt dat hij goed hanteerbaar is als je hem beet hebt. Nou, we kijken ook nog heel eventjes naar de figuren. Het zijn alle 3 unieke figuren. Dus dat betekent dat ze nog nooit in een andere Lego Star Wars set hebben gezeten. Ik had al verteld, Gar Saxon. Voor hem hebben ze speciaal deze nieuwe helm gemaakt met de hoorns erop. Hij heeft die mooie prints op zijn benen, dus mooie bedrukking. Bo-Katan, die natuurlijk in zowel de Clone Wars als de Mandalorian een grote rol speelt. Ook hier een unieke helm en een hele mooie benenprinting. En natuurlijk de Mandalorian Loyalist. Nou jongens, dat was hem weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik vond het hartstikke leuk om deze set voor jullie te bouwen en te reviewen. Wil je meer van dit soort filmpjes zien van mij of van mijn collega's? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal. En tot de volgende keer. Doei doei!